De regering doet een laatste oproep aan ambtenaren die zich tijdens de verplichte landsdienarenregistratie niet hadden aangemeld. Ambtenaren die nog niet zijn geregistreerd, kunnen zich van 30 januari tot en met 3 februari laten registreren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Wilhelminastraat. Het ministerie meldt dat het salaris van zij die zich nog toch niet aanmelden bij deze laatste oproep zal worden stopgezet. Vanaf 22 januari 2024 kunnen Nigeriaanse burgers in Nieuw-Nikeri opnieuw hun hypothecaire uittreksels en verklaringen van geen onroerend goed aanvragen bij het heropende GBB-MI GLIS Service Loket. Deze herontwikkeling verlaagt de kosten voor burgers die eerder hoge bedragen betaalden via tussenpersonen. Het loket, gesloten in 2020 vanwege de COVID-19-pandemie, is nu heropend. MI GLIS voert een behoeftepeiling uit in andere districten voor mogelijke lokale dienstverlening. Het serviceloket is een gezamenlijk project van MI GLIS en het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Een vijfdaagse workshop over het Soil Health in Suriname project is gestart aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het ministerie van LVV participeert in samenwerking met professoren van de Wageningen University and Research aan dit project, met als doel de samenwerking tussen belanghebbenden op het gebied van bodemgezondheid te bevorderen. Het project streeft naar een monitoringskader voor bodemgezondheid door wetenschappelijke expertise te combineren met lokale kennis en historische datasets, met als doel bodemdegradatie te verzachten en om te keren. De resultaten zullen bijdragen aan een raamwerk voor bodemgezondheid.